Een hele goede avond iedereen. Ik zie dat er nog allerlei mensen binnen druppelen. Dus daar wacht ik nog heel eventjes op. Voordat we echt gaan beginnen. Inmiddels hebben we echt een maandelijkse online lezing. Waar we natuurlijk heel erg blij mee zijn. We hebben vandaag weer een ontzettend leuke en interessante gast voor jullie uitgenodigd. Ik wacht echt nog even een paar minuutjes, want ik zie dat er nog steeds mensen binnenkomen. Voordat ik haar echt officieel zal welkom heten. We zijn natuurlijk vanuit de kostuumvereniging. Het is het einde van het jaar. Dus de kostuumvereniging die heeft echt, ik weet niet of jullie toevallig deze week het bulletin en kostuum op jullie deurmat hebben ontvangen. Maar we hebben echt teruggeblikt naar een behoorlijk bewogen jaar. Maar we hebben ontzettend veel gedaan, waaronder dus deze online lezingen. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. We gaan er ook mee door in het nieuwe jaar, dus dat is ook heel erg leuk. Natuurlijk hopen we straks toch alweer gewoon een normale fysieke bijeenkomst te kunnen organiseren. Maar dit geeft toch ook wel een verrijking van de vereniging, als je het mij vraagt. Ik zie dat er nog een enkele wachtende in de lobby zit. Ik kijk heel even. En anders gaan we gewoon beginnen. Yes. Het is weer een goed gevulde zaal, zullen we het maar even zo zeggen. Welkom allemaal natuurlijk, Nederlandse Kostuumvereniging. Wij hebben vanavond voor jullie uitgenodigd Ilse Greco. Zij is historisch costumière en zij gaat ons meenemen in eigenlijk het doel, of in ieder geval de reden achter kostuums in films. En niet zozeer dat ze altijd historisch accuraat over te zijn, maar eigenlijk dat daar veel meer achter zit. Ze is al bij ons in beeld. Hartelijk welkom, Ilse. Hi. Heel fijn dat je ons wilt komen vertellen vandaag. We hebben natuurlijk van de week heel even gesproken. En ik was toch wel echt behoorlijk onder de indruk van toch wel jouw jonge leeftijd, maar hetgene wat je allemaal al hebt gedaan. Want eigenlijk doe jij historische kostuums op het gebied van toneel, maar ook in film. Musicals zoals Narnia heb jij aan meegewerkt aan kostuums. Een metal rock opera. Nou, ik weet niet zo goed wat ik me daarbij voor moet stellen, maar ik vond het vast fantastisch eruit hebben gezien. En volgend jaar september komt jullie eerste film. Maart. Maart al, ja. Ik zie het, ja. In september, ja. In maart komt die uit, excuses. Complete, waarin jij hebt meegewerkt aan zowel het set als het kostuumontwerp. Hartelijk welkom, dankjewel. Misschien wil je zelf nog wat zeggen, want je hebt natuurlijk voor ons een ontzettend leuk filmpje opgenomen. Dus we horen je zo dadelijk aan het woord. Ik weet niet of je nu nog wel even wat wil zeggen. Misschien iets meer van jezelf qua voorstellen of... Ik vind dat je me al heel lief hebt geïntroduceerd. Dank je wel daarvoor. Zoals Anne-Carlijn dus vertelde, ik ben historisch costumière. En dat betekent eigenlijk dat ik verdiep me in ouderwetse kostuums. In kostuums van voor 1900, zeg ik meestal. De periode dat vrouwen corsetten dragen, vind ik het meest interessant. Best een lange periode, maar... het geeft ook wat lekkere variatie. En inderdaad, die historische kostuums die maak ik dus voor zowel films als toneel als voor reenactors. Maar de laatste tijd focus ik me vooral op films. Dus daar wil ik het ook vanavond over hebben. Ja, gezellig. Ja, we hebben natuurlijk een aantal foto's deze week al van jouw werk. Wat je eigenlijk ook al in je vrije tijd of vrij werk, of hoe wil je dat zeggen... prachtige foto's van jouzelf in kostuum en kostuums die je hebt gemaakt. Maar zoals ik al zei, ik heb hem al stiekem al gezien. Maar je hebt een heel leuk filmpje voor ons meegenomen, opgenomen. Ja. Ik zie zo hier en daar dat we wat technische dingen hebben. Even voor jullie allemaal, er is vandaag heel ongelukkig een Teams update geweest. Dus onze technische staf heeft afgelopen uur heel hard gewerkt om alles te laten werken, omdat dingen zijn veranderd. Dus ik wil eigenlijk even kijken of het lukt om het filmpje te starten en of we dat in het volledige beeld kunnen tonen. Dus dan moeten we... Nienke, zou je daar even naar kunnen kijken? Hi, mijn naam is Iels Gregor en ik ben historisch costumière. Ik neem aan dat iedereen die vanavond kijkt wel eens op YouTube zit.
En als je net als ik houdt van historische kostuums, dan heb je vast wel eens een keer een filmpje gekeken met de titel Zijn de kostuums van film XYZ historisch accuraat? En de vraag blijft altijd, klopt het? Checklist, ja, nee, dit klopt, dit is goed, dit is niet. Zo naar film kijken, een checklist maken, dat is niet wat ik vanavond ga doen. Want dat is niet waar film over gaat. Film vertelt een verhaal. En zeker als we het hebben over historische films, het schept een wereld. Een wereld die al voorbij is en waarnaar we gaan terugkeren. Maar het gaat er niet om hoe was het leven exact in het jaar 1841. Want daarvoor ga je niet naar de film. Een film kijk je voor het verhaal. En daar wil ik het vanavond over hebben, over verhalen. Want zoals ik al zei, ik ben historisch costumière. En dan denk je misschien dat hetgene wat ik doe is het maken van jurken of van corsetten of van pakken. En dat klopt, maar dat is niet het enige. Die jurken en die pakken en die corsetten, dat is niet mijn doel. Dat zijn mijn middelen. Het zijn mijn middelen om een wereld te creëren. En vandaag wil ik je meenemen in die wonderlijke wereld en je laten zien waar kostuums precies om gaan. Maar voordat ik helemaal inga op die historische kostuums en dat we verloren raken in de hoepeljurken en in de corsetten, denk ik dat we eerst even een stapje terug moeten doen. Want wat moet een kostuum eigenlijk doen? Ten eerste moet het ervoor zorgen dat de acteurs niet naakt over het scherm rennen. Heel logisch. En in het geval van historische films moet het natuurlijk ook een tijd in het verleden scheppen. Maar als dat het enige is waar kostuums aan zouden moeten voldoen, dan zouden alleen fantasyfilms en historische films een kostuumontwerper hebben. En dan zouden bij hedendaagse films de acteurs gewoon in hun dagelijkse koffie de set-up kunnen lopen en hun ding kunnen doen. En dat is niet het geval. Iedere film heeft iemand die zich bezighoudt met de kleding, met de kostuums. En dan ga je je afvragen, wat is het doel, wat is de essentie van de kostuum? Ik heb even de boeken erbij gepakt. En in haar boek Filmcraft zegt Deborah Nadolman Landis het volgende. Film costume serves two equal purposes. The first is to support the narrative by creating authentic characters, people. And the second is composition, to provide a balance within the frame by using color, texture and silhouette. Als een filmkostuum wordt ontworpen, wordt dus gekeken naar twee verschillende dingen. Je hebt de individuele karakters aan de ene kant en je hebt de film als geheel aan de andere kant. Kleding of kostuum moet je dus vertellen wie een karakter is. Wat voor soort persoon het is, heel simpel, goed of slecht, arm of rijk, ingetogen of extravagant. De nuances van wat voor karakter het is worden uitgedrukt door de kleding die het karakter draagt. Maar het is meer dan dat. We verzinnen niet één soort kleding, want het is één soort karakter. In een film is er altijd sprake van een ontwikkeling in een karakter met een spanningsboog. En de kleding die reflecteert dat. Kleding laat zien hoe een karakter zich voelt over wat hem overkomt. Wat het lastige is aan historische films is dat sommige periodes, daar hebben mensen al bepaalde associaties bij. Sommige periodes zijn veel uitbundiger en andere periodes zijn veel ingetogener. En we zien soms dat wat in de mode is op een bepaald moment niet matcht met de ontwikkelingen in de film. En dat is best wel goed te zien in films die een wat langere periode beslaan. Zoals bijvoorbeeld hier in de film Marie Antoinette. De film begint in 1770 en eindigt in 1792. Een periode waarin een duidelijke verschuiving in de mode te zien is. Van extravagante robes à la française naar veel ingetogenere chemises à la reine. Maar om de ontwikkeling van Marie's karakter in de film duidelijk te maken, is ervoor gekozen om de verandering in de mode niet strikt overeen te laten komen met de tijdsperiode, maar om ze te gebruiken om Marie's gemoedstoestand uit te drukken. Van onschuldig meisje aan het begin van de film, naar extravagant in Versailles, naar liefelijk als ze moeder wordt en tenslotte somber tegen het einde van haar leven. En als communicatiemiddel voor wat het karakter doormaakt, klopt dit. Alleen het komt niet helemaal overeen met wat modieus was in die periode. En dat is een lastig punt voor een kostuumontwerper, want in hoeverre hou je je vast aan die mode en in hoeverre laat je die los? En dat is een keuze die iedere kostuumontwerper voor zich moet maken en die ook in elke film anders is. Maar om even terug te komen op die definitie van film, karakter was dus niet het enige waar we rekening mee moesten houden. We
Het tweede belangrijke punt van kostuums was de film als groter geheel. En daarin is het heel belangrijk dat de kostuumontwerper samenwerkt met de overige ontwerpers in een film, met name met de setontwerper. Want de look en feel van de film, over het algemeen, is misschien iets vager dan het uitdrukken van een karakter, maar niet minder belangrijk. Omdat je moet denken aan wat alle kostuums bij elkaar doen en hoe die zich verhouden tot de achtergrond. Zoals dat hier op fantastische wijze is gedaan in de film Tulip Fever. En die verhouding tot de achtergrond die is zowel artistiek als praktisch. Want als jij bijvoorbeeld alleen maar spierwitte kostuums hebt en die zet jij tegen een donkere achtergrond, dan creëer je zoveel contrast dat je nooit allebei goed belicht krijgt. Of je kostuums zijn onderbelicht of je set is overbelicht. Er is een reden dat ik dit witte shirt aan heb getrokken, want ik draag meestal liever zwart. Maar toen ik in mijn zwarte shirt hier voor een witte achtergrond ging zitten, toen was het gewoon één grote zwarte vlek. En als kostuumontwerper wil je voorkomen dat dat in je film gebeurt. Maar buiten dat praktische punt, je wil ook dat de kostuums die je maakt overeenkomen met het genre van de film. Bij een somber verhaal kies je dus voor stemmige kleding en andersom bij een luchtig en vrolijk verhaal laat je dat ook in de stijl van de kostuums blijken. En meestal is de look en feel van de film op het gebied van kostuums vrij vanzelfsprekend. Maar het is juist wel heel interessant dat er op dit punt een statement wordt gemaakt. Dat gebeurt niet vaak, maar in 2018 hebben we de film The Favourite. En wat hier bijzonder aan is, is dat ze niet voor de realistische look zijn gegaan, maar voor een abstracte weergave. Wat bij The Favourite is gedaan, is er is heel goed gekeken naar de vorm van de kleding in deze periode, maar er is gekozen voor een heel minimaal kleurenpalet. De vrouwelijke karakters zijn bijvoorbeeld alleen maar gekleed in zwart en wit. En dit minimale kleurenpalet zorgt voor een bepaalde mate van abstrahering. Het geeft commentaar op de situatie in plaats van dat je de kijker uitnodigt om je heel erg in te leven in de film. Wat een interessant verschil is met andere historische films die er gemaakt worden. En op dit soort momenten zien we dus ook dat een kostuumontwerper niet alleen maar hoeft te voldoen aan een checklist en aan een ideaalplaatje, maar dat kostuumontwerper ook in grote mate bijdraagt aan hoe de film eruit ziet en hoe deze begrepen wordt. En omdat een kostuumontwerper zo'n deel uitmaakt van hoe de film eruit ziet en hoe de film ontvangen wordt, is het ook heel belangrijk om kostuum niet te zien als geïsoleerd element. Want dat is bij een film überhaupt heel belangrijk. We zijn geneigd om alles in stukjes te hakken. Dus dit deel is voor kostuums en dit deel is voor regie en dit deel is voor set. Maar een film is altijd een groepsproject. En dat is wel heel belangrijk, want andere makers hebben heel veel invloed op de kostuums en hoe die in de film te zien zijn. En dat is iets wat vaak vergeten wordt. Vaak wordt alles wat in de film te maken heeft met kostuums, dus niet alleen hoe de kostuums eruit zien, maar ook hoe de acteurs met de kleding spelen en wat ze daarover zeggen, wordt toegerekend aan kostuum. En dan wordt iets heel belangrijks vergeten, namelijk het script. Het script is van ontzettend grote invloed op de kostuums. En dan bedoel ik niet dat de kostuumontwerper vanaf het script werkt om de kostuums te ontwikkelen, maar dan bedoel ik wat er in de film gebeurt met de kleding. Alles wat in het verhaal gebeurt met de kleding staat in het script. En dat komt niet van de kostuumontwerper. En zeker in historische films zorgt dat nog wel eens voor wat rare momentjes. Want degene die het script schrijft, die heeft natuurlijk ontzettend veel verschillende petten op. Hij moet een goed verhaal kunnen schrijven en goede karakters kunnen creëren, maar hij moet ook zo ontzettend veel kennis hebben over alle facetten van waar hij over schrijft. En zeker in historische films, de meeste scriptschrijvers zijn natuurlijk geen experts in historische kleding. Maar dit zorgt er wel voor dat hoe goed de kostuums ook historisch accuraat kunnen zijn, dat hoe ermee gespeeld wordt in de film soms toch een beetje kan tegenvallen. Een goed voorbeeld hiervan zijn korsetten. Je ziet vaak dat in de gedachten van het grote publiek korsetten toch nog een beetje gezien worden als martelwerktuigen. Die zaten enorm strak en die benamen dames de adem en ze vielen flauw en nou ja, je kent de stereotypen wel. Maar de laatste tijd zijn er best wel veel historische costumières geweest die het hebben gehad over korsetten en hebben uitgelegd dat het eigenlijk helemaal niet zulke enorme martelwerktuigen zijn als dat we soms denken. En een best wel goed voorbeeld hiervan is deze scène uit de eerste Pirates of the Caribbean film. Fine gentleman, don't you think? He fancies you, you know. Elizabeth, how's it coming? It's difficult to say. I'm told it's the latest fashion in London.
Well, women in London must have learned not to breathe. Elisabeth Swann draagt hier een best wel historisch accuraat vroeg 18e eeuwse rijglijf op stays, de voorloper van het korset. En wat interessant is, is dat de korsetten uit deze periode en het korset wat zij hier dus ook draagt, een omgekeerde driehoekige vorm hebben. En wat dat betekent, is dat als je zo'n korset strak zou trekken, dan kan het wel een beetje oncomfortabel worden in de taille. Maar door die vorm blijft het gedeelte hier, bij de ribben en bij de longen, blijft redelijk vrij. Dus ook als je dit korset strak zou trekken, kan je gewoon blijven ademhalen. En aan hoe het korset gemaakt is, zien we dat de kostuumontwerper van deze film best wel kennis van zaken heeft. Want het korset is vrij historisch accuraat. Maar het script, dat eerder is geschreven door iemand anders, die had deze scène er al in met dat zij niet kan ademhalen. En daarin zie je dus dat het script best wel veel invloed heeft in hoe de kostuums in de film te zien zijn. En een mooie tegenhanger hiervan vind ik deze scène uit Belle Ami. You lace me up. Don't forget to tie a double bow. Like your husband does it. Oh, poor Charles. He won't live to see another spring. En dit vind ik een veel interessantere omgang met korsetten in deze film. Je ziet hier dat Clotilde, de dame in deze scène, vraagt aan Georges of hij haar even wil vastknopen. En zij vraagt dit op dezelfde manier als dat wij aan een partner of aan een huisgenoot zouden vragen om even te helpen met de rits achter op onze jurk. Kunnen het prima zelf, maar het is handig als iemand even een handje helpt. En je ziet ook dat hij er niet helemaal strak aan het insnoeren is. Nee, hij legt gewoon eventjes een knoop. En terwijl ze zich aankleedt, praten ze ook gewoon over andere zaken, over waar ze het daarvoor over hebben. En hieruit zie je dat er op een manier met korsetten wordt omgegaan, waaruit blijkt dat het voor deze dame in deze periode heel normaal was om een korset aan te hebben. Ik vind sowieso de omgang met kostuums in Belle Ami erg goed. Ik heb hier nog een voorbeeld. I don't have your connection, Charles. I have to make money somehow. And we can't go on a looting spree anymore, we're not in the desert. Why don't you come to dinner? Tomorrow night. Come and meet my wife. Well, the thing is, I don't have any evening clothes. Well, here. Buy some, hire some. Come at 7:30, yes? Yes. Good. Kijken, denken we, wat is hier eigenlijk aan de hand? De een heeft een netjes pak aan en de ander heeft een wat slordiger pak aan. Maar hij draagt een jasje, hij draagt een hoed. Wat is het probleem? Terwijl in deze periode was dat echt een ding. Je ging niet op bezoek bij iemand in je dagelijkse kleding. Je hoorde in avondkleding te komen. En avondkleding had hele specifieke regels. Een pandjesjas, een wit strikje, een hoge hoed. En je kon echt niet zonder. In je dagelijkse kleding op bezoek komen zou gelijk staan aan de gastheer belegen. En je ziet dus uit deze scène dat de schrijver dat wist en dat de schrijver bekend was met de conventies uit deze periode en hoe iemand zou omgaan met de kleding. Maar er is nog een andere belangrijke afdeling waar rekening mee moet worden gehouden met kostuums en dat is de techniek, het licht en de camera. Dat is misschien niet het eerste waar je aan denkt, want je neemt aan dat de camera alles precies zo oppikt als dat het er in het echte set uitziet. Maar er zitten nog best wel wat haken en ogen aan. Zo kan je bijvoorbeeld niet zo goed gebruik maken van prints met hele kleine streepjes of stipjes. Want als iemand gaat bewegen in die kleding, dan ziet het er op de camera uit als een heel irritant strobingseffect. En zoals ik net ook al zei, je moet ook oppassen met de kleuren, met de combinatie zwart en wit, zodat de belichting goed is. Maar je hebt ook nog specifiek op het gebied van historische kostuums luifelhoeden. En die bedekken een groot deel van de boven- en zijkant van het gezicht. En iets waar je niet zo snel aan zou denken, is dat dat betekent dat ook het gezicht de hele tijd in schaduw is. En dat is voor een film best lastig, want je wil het gezicht van de actrice zien en je wil niet de hele tijd naar een schaduw zitten kijken. En wat ik best interessant vind, is hoe dat is opgelost in de film The Young Victoria. Sowieso heeft The Young Victoria echt fantastische kostuums. Maar specifiek op het gebied van hoeden wat interessant is, is dat die luifelhoeden allemaal op een bepaalde manier zijn opengewerkt. Dus er is een bepaalde mate van transparantie die ervoor zorgt dat het gezicht belicht blijft. En toen ik de film voor het eerst bekeek, vond ik het een beetje apart. Want als ik aan een luifelhoed denk, dan denk ik aan een dichte.
Maar toen ik het ging opzoeken, kon ik best wel veel voorbeelden vinden uit deze periode van opengewerkte lijfhoeden. En dit vind ik echt ontzettend goed gedaan in deze film, want hier is dus niet gekozen om af te wijken van historische accuratesse omwille van moderne redenen. Maar er is gekeken binnen dat kader van wat gedragen werd in deze periode. En er is een keuze gemaakt over welke elementen het meest geschikt zijn. En dat is een kwestie van balans vinden die best ingewikkeld is en die in deze film ontzettend goed gedaan is. Maar helaas is natuurlijk niet elke film helemaal perfect. En er zijn best wel veel films die op dezelfde manier een beetje de mist in gaan. En de eerste valkuil die ik vaak zie is wat ik noemde sexy valkuil. En wat ik daarmee bedoel is, dan hebben we een film. En dan is het merendeel van de kostuums heel erg kloppend bij de periode waarin het zich afspeelt. Maar dan zien we de vrouwelijke hoofdrol en dan wordt zij geacht om sexy te zijn. Maar sexy volgens de hedendaagse standaard. Dus lang en los haar, of een strapless jurk, of een korset zonder onderjurk. En dat vind ik jammer. Bernadette Banner, een YouTuber, die had hier laatst een heel goed punt over. Ze zei dat filmmakers, die moeten hun publiek vertrouwen. En geef je publiek de kans om binnen dat historische kader de schoonheid te zien. We hebben hier trouwens ook de mannelijke variant van hoor. Die zou je de mannelijkheidsvalkuil kunnen noemen. Maar die valt eigenlijk onder hetzelfde labeltje als de sexy valkuil. En die zien we het meest bij films voor 1800. Na 1800 dragen de meeste mannen een pak in een donkere kleur. En dat was toen modieus, maar dat wordt nu nog steeds gezien als mannelijk. Maar voor 1800 droegen mannen wat extravagantere kleding, met geborduurde bloemen en in pastelkleuren. Ze droegen hakken, ze droegen gepoederde pruiken en dat werd toen als mannelijk gezien. En we zien vaak bij films die zich afspelen in deze periode dat de oudere of de wat negatievere karakters, die zijn heel historisch accuraat gekleed. Maar de mannelijke hoofdrol die wijkt daar dan van af en die draagt dan of een open shirt of geen jasje of een leren broek, zodat de hedendaagse kijker hem kan identificeren als mannelijk. En dat is jammer. De tweede valkuil waar ik het over wou hebben is de Victoriaanse valkuil. En die heeft een beetje uitleg nodig. Wat ik vaak zie is dat men één overkoepelend idee heeft van wat historisch is. En heel vaak komen die ideeën uit de 19e eeuw, uit de Victoriaanse periode. Als mensen bijvoorbeeld denken aan een korset, dan denken ze aan een Victoriaans korset met een zandloperfiguur. En wat je dus vaak ziet is dat men dit idee van wat historisch is, wat dus uit de 19e eeuw komt, toepast op eerdere periodes. En dat zie je vaak terug in de maakwijze van de kostuums. Dus naden of koeknaden op plekken waar die niet horen, of een sluiting die in die tijd nog niet uitgevonden was of niet gebruikelijk was. En dit is best wel een subtiele valkuil, want niet iedereen kan hier precies de vinger op leggen. Want je moet bekend zijn met de maakwijzes van verschillende periodes om dit eruit te kunnen plukken. Maar ik zie wel vaak dat als dit het geval is in een film, dat er meerdere kleine elementen zijn die niet helemaal kloppen. En dat draagt wel bij aan dat het algemene gevoel van de film niet zo historisch is als dat we het eigenlijk zouden willen. En dat is zonde. En de laatste valkuil waar ik het over wou hebben is wat ik noemde onderdrukte valkuil. En dit is het gevolg van het plakken van onze moderne waarden op een oude periode. Er wordt vaak gedaan alsof vrouwen in de geschiedenis niks konden. Alsof vrouwen alleen maar netjes op een stoel konden zitten in hun strakke korsetten en geen echt werk konden doen. En allemaal heel erg zielig waren. En dat geeft een vertekend beeld van de geschiedenis. Wij zijn zo gewend aan stretchstoffen dat als iets nou aansluit, dat wij het gevoel hebben dat we belemmerd worden in onze beweging. Maar je moet je beseffen, mensen in het verleden die kenden geen stress. Die droegen deze kleding dag in en dag uit. En dat zorgt ervoor dat jij op een hele andere manier gaat bewegen. Je raakt gewend aan kleding die niet met je meebeweegt, dus jij gaat je bewegen naar je kleding. Je zorgt ervoor dat je op andere manieren je ding gaat doen, maar dat je op een andere manier beweegt, betekent niet dat je je minder kan bewegen. Het is jammer om te denken dat elke vrouw in de geschiedenis van de wereld, behalve wij, onderdrukt werd. Ja, het is waar. Vrouwen hadden minder rechten in het verleden. En ik ben ontzettend blij dat we dat nu wel hebben. Maar dat vrouwen minder rechten hadden, betekent niet dat vrouwen passief waren. En daarom vind ik het altijd jammer als ik een vrouw in een film zie die last heeft van haar kleding. En daarom was ik ook zo blij om deze scène te zien in de nieuwe film Enola Holmes.
kostuums in deze film. Maar deze scène specifiek vind ik fantastisch. Want dit is wederom een hele andere omgang met kostuums. We zien haar alles doen in dit korset. We zien haar vechten, we zien haar rollen. En uiteindelijk redt dat korset haar leven. Dus, wat is nou eigenlijk mijn punt? Er zit veel meer in kostuums dan alleen maar goed of fout. Of alleen maar historisch accuraat of niet. Ik ben enorm gepassioneerd over historische kostuums. En als ik een film zie waarin de kostuums tot in de details kloppen, oh, dan word ik daar zo ontzettend blij van. Maar ik wil mensen doen begrijpen dat er meer achter zit. En dat de kostuums van een film niet alleen de periode vertellen. Ze vertellen ons ook een verhaal. En kostuums zijn belangrijk voor een film. Niet alleen om te zorgen dat de acteurs niet in hun blote kont over het scherm rennen, maar ook voor de film als groter geheel. Dit klinkt misschien overdreven, maar ik geloof het echt. Kleding communiceert zo ontzettend veel. We zijn ons er niet bewust van, maar kleding zien we elke dag. Want niet iedereen is elke dag bezig met geschiedenis of met historische films, maar ieder van ons kleedt zich 's morgens aan. En iedereen spreekt die taal van kleding. Dus als we een film kijken, dan pikken we die taal op. En daarin lezen we alle emoties van het karakter en de boodschap die de film ons wil vertellen. En ik zeg absoluut niet dat historische accuratesse niet uitmaakt in een film. Absoluut niet. Ik bedoel, het is mijn werk. Maar een kostuum doet zo ontzettend veel. En ik vind het een uitdaging om ervoor te zorgen dat binnen die historische context gekozen wordt voor de juiste artistieke elementen. Zodat de kostuums niet alleen een periode uitbeelden, maar ook het verhaal. Dank jullie wel. Nou, dank jou, Ilse. We kijken even wat we weer terug kunnen naar ons twee in beeld. Nou, het is niet dezelfde setting. Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik nu de hele tijd aan mijn eigen blouse zit te denken. Ik ben een zwart vlak. Een beetje wel, maar jij bent geen historisch kostumière, dus we zullen het je vergeven. Oh, gelukkig. Wie mij kent weet ook dat ik altijd in het zwart ben, of in ieder geval in het donker ben. Dus ik weet niet eens of ik een lichte blouse in de kast heb hangen. Maar, ja, misschien wel. Dat zou nog kunnen. Weet ik dat voor de volgende keer. Ja. Maar ja, dankjewel. Het was echt een ontzettend leuk filmpje. Met ook, ik ben erg blij met alle stukjes van films die we hebben kunnen zien. Ik wil even zeggen dat mensen, ik ga nu met Ilse in gesprek en ik ga meer mijn mond houden en Ilse gaat meer praten. Ik zie al eerder al vragen in de chat komen. Ik denk, wij starten even met de vragen die ik hier netjes heb opgepend. En dan zal ik mijn oog houden op de chat om dan verder de vragen aan jou te stellen vanuit het publiek. En mochten er mensen zijn die heel graag... Bij mij gaat het ineens heel grappig. Nee. Mochten er mensen zijn in het publiek die heel graag persoonlijk de vraag willen stellen aan Ilse, dat kan ook. Steek even het handje op, zeg maar in die balk wat Nienke net zei, staat ook een handje. Dan kunnen wij even kijken wat we u het woord kunnen geven. Maar dat geeft even aan en kijken of dat we daar iets meer interactie in kunnen doen. Maar allereerst Ilse, hoe ben je hierop gekomen? Ja, met een beetje een omweg. Ik heb wel altijd al heel veel interesse gehad in geschiedenis. En ik maak ook al sinds mijn 10e mijn eigen kleding. En op de middelbare school ben ik een beetje begonnen met theater. We hadden een theatergroep en daar ging ik aan meedoen. En zo kwam ik het theaterwereldje inrollen. En toen heb ik in eerste instantie heb ik me aangemeld voor de toneelschool voor... kostuums, maar ja, ik was toen 17 en heel erg jong en ze raadden mij aan om naar Engeland te gaan, omdat ze met mijn historische stijl vonden ze mij daar beter passen. En toen ben ik theaterwetenschappen gaan doen, maar later werd ik dus uitgenodigd om voor die rockopera, ik kende mensen die daarbij werkten en die hadden hulp nodig op het gebied van kostuum. En toen ben ik dat gaan doen en toen dacht ik, ja, dit vond ik toch wel, dit is toch wat ik wou doen. Ook al heb ik nu 4 jaar meer theoretisch gestudeerd. Ik wil toch die kostuums ook maken. Ik wil dat combineren. Het theoretische deel en het praktische deel samen, dat vind ik zo leuk. Dus nadat ik met die rockopera heb meegewerkt,
ben ik verder gaan studeren voor costumière en voor coupeuse. En ben ik zelf heel erg veel gaan leren over de geschiedenis van de mode. En zo heb ik eigenlijk deels met opleidingen en deels met mijn eigen boeken de niche voor mezelf eruit gekerfd. En ben ik historisch costumière geworden. Heel impressive. Als je naar Engeland, heb je achteraf, denk je dat je naar, is het nu fijner of denk je dat je in Engeland, wil je nog een keer naar Engeland om inderdaad een stukje, want ik bedoel dat is wel een beetje de hub van de... Van ja, ik denk dat ze een heel goed punt hadden en dat ze mij heel goed door hadden op mijn 17e, ook al had ik dat op dat moment zelf nog niet. Er is niet voor niks dat mijn website en veel van mijn sociale media in het Engels zijn. En ik heb ook wel een Etsy-winkel die ook internationaal is. En ik verkoop ook best veel aan Engelstalige landen. En ik zou het ontzettend mooi vinden als ik daar natuurlijk een keer heen kan voor een film. Voor de BBC of zo. Maar dan moet ik eigenlijk even afkloppen. Hè? Dat zijn wel grote dromen. Maar dat zou wel ontzettend leuk zijn. Ja, zeker. Maar dat je dan zo'n scène laat zien dat jouw naam dan ontbijt, kostuum ontbijt. Ja, het liefst wel. Dat is het doel. En even, misschien weet iedereen het wel, maar wat moet ik me voorstellen bij een rock opera? Een metal rock opera? Metal rock opera, ja. En wat voor kostuum, zeg maar? Ik bedoel, heel futuristisch. Dus iets heel anders dan wat ik vandaag heb laten zien. Ik was ook niet de hoofdkostuumontwerper, hoor, wil ik even zeggen. Ik was assistent. Maar dat heette de Theater Equation. En dat is een toneelversie van een metal album. Met meerdere artiesten uit verschillende bands. Die samen voor 4 dagen in Nederland kwamen om dat op toneel te zetten. Dat was ontzettend leuk om te doen. Inderdaad, wel echt heel wat anders dan de scènes waar... Heel wat anders, ja. De scène waar je eigenlijk op dit moment toch meestal het meeste je focus op legt. Dat klopt, maar het was wel mijn ingang. Dus ik ben nog steeds wel heel erg dankbaar voor dat ik dat heb kunnen doen. Het lijkt me heel bijzonder sowieso, zo'n hele... Ja. Maar ja, je hebt het over film en je hebt het over toneel. Je hebt natuurlijk net een hele hoop verteld over filmkostuums. En ik denk dat daar nog veel meer over te vertellen valt. Maar... Wat is nu, is er nou heel veel verschil tussen toneelkostuumontwerp en filmkostuumontwerp? Ja, best wel. En hoe dat komt is eigenlijk door hoe je verschillend naar films en naar toneel kijkt. Want een film maakt heel veel gebruik van close-ups. Dus net zoals wij nu in beeld zijn, alleen de schouders en het gezicht. Dus als je dan een kraagje hebt of een hoed, die moet echt tot in de puntjes gedetailleerd zijn. Maar als je naar het theater gaat... De dichtbijzijnde mensen, die zitten toch op zijn minst 4-5 meter van de acteurs af meestal. En helemaal achter in de zaal, als je een grote zaal hebt, ja, dan is het tientallen meters. Dus dan zit je niet zo op de steekjes en op de millimeter details te kijken, maar dan moet het gewoon een grote impact maken. Maar toneel moet je ook alles altijd een beetje extra aanzetten, een beetje overdrijven, omdat het anders in de zaal niet overkomt. Een kleine subtiele dingen, dat zie je niet op het toneel. Dus dat is een best wel groot verschil. Je gaat met een hele andere insteek. Of je gedetailleerd werkt of juist globaal. En daarom neig ik nu ook steeds meer naar film. Want ik vind juist dat detailwerk, dat vind ik heel erg leuk om te doen. Ik wil de verschillen zien in de verschillende steekjes. En ik wil het handwerk in de kraag kunnen zien. Met toneel heb je daar geen nut voor. En in film wel. Ja, nou ja, ik had je van de week natuurlijk gevraagd of je ons een beetje behind the scenes van die film die kon. Maar helaas is dat niet mogelijk. Nee, sorry. We hadden al meer werk van jou voor de film kunnen zien. Maar dan moeten we nog even wachten tot maart. Ja. Over films gesproken. We hebben het natuurlijk over films. Nu, daar kom ik zo op terug. Maar je liet net tijdens je presentatie een van mijn favoriete films zien. Tenminste, ik vond hem heel erg sterk. Ik vroeg me eigenlijk ook af, als je zoveel kennis hebt, heb je dan nog echt wel een favoriete kostuumfilm? Kan jij nog echt je favoriet zeggen? En waarom dan? Dat zijn er eigenlijk twee die ik ook net heb laten zien. Sowieso Belle Ami. Ik denk dat mensen dat er al wel een klein beetje uit hebben gepikt, omdat ik twee stukjes heb laten zien van de film.
En met alleen maar vanwege de acteur, toch? Sorry? Het is niet vanwege de acteur, toch, die erin zit? Nee. Nee, nee, ook vanwege de kostuums. Het is zo ontzettend gedetailleerd. En het heeft op subtiele wijze... heeft ook vooral elk vrouwelijk karakter heeft een eigen stijl in die film. En er zitten minieme verschilletjes in van een wat oudere dame die draagt een jurk die net 1 of 2 jaar ouder is dan de jonge dame. En er zijn dames die dragen meer de Victoriaanse versie van loungewear en van huisjurken. En er zijn dames die dragen meer de formele jurken. En dat vind ik heel erg mooi, want het is een periode van 3 jaar waarin die verschillende kostuums zitten. Maar je kan net de vinger leggen op dat er net wat verschilletjes in zitten, maar wel allemaal binnen die periode. Dus daar zie ik heel veel kennis in. En elk kostuum klopt daar. En dat is ook bij mijn tweede favoriet, Tulip Fever. Daar had ik... heb ik het iets minder over gehad in mijn presentatie, maar die vind ik even mooi. Het is eigenlijk gewoon alsof die hele film 1 groot schilderij uit de Gouden Eeuw is. En vooral de kragen. De meeste kostuumfilms uit die periode, die hebben gewoon 1 soort kragen gemaakt. En die zijn allemaal hetzelfde. En je ziet hier zoveel verschillende soorten met verschillende manieren van plooien. En ja, ik vind het prachtig. Ik moet zeggen, Bellamy heb ik helaas niet gezien, maar ik heb Tulip Fever wel gezien, toevallig met iemand die absoluut niet zo van de kostuums is, maar die is wel van de 17e eeuw, dus die vond het kostuum smullen. Dus ze hebben daar inderdaad heel goed hun best gedaan om die rijkdom ook een beetje, want ze zitten natuurlijk in een hele rijke setting eigenlijk met die man. En nou ja, voor degenen die nog niet hebben gezien, ga hem sowieso kijken. Zeker. Hij speelt natuurlijk in Nederland, dus dat is ook altijd leuk. Ja. Een van mijn favorieten, die liet je even zien, dat is The Favourite. En dat is juist eigenlijk omdat ik, het is een bizar, ik ben vergeten de regisseur op te zoeken, maar dat is natuurlijk altijd een beetje met gekke films dat hij heeft. Maar ik was echt flabbergasted van de kostuums daar, gewoon vanwege de impact. Maar toen ik daar een beetje verder naar keek, toen las ik dat eigenlijk heel veel kragen en kantwerk in die film van papier zijn gemaakt. En dan vroeg ik me eigenlijk af, omdat ik jou net er ook over hoorde, is het nou heel gebruikelijk dat het eigenlijk heel onorthodoxe, of tenminste niet gebruikelijke materialen worden gebruikt in kostuumfilms zoals dit? Nee, dat is helemaal niet gebruikelijk. En daarom vind ik het juist ook zo leuk om dat te zien hier bij The Favourite. Want hier zijn ze echt een hele andere kant op gegaan. Kijk, ik hou heel erg van dat detailwerk. Dat is mijn persoonlijke stijl. Maar The Favourite die laat zien dat er dus niet 1 cookie cutter... versie is van wat historische kostuums kan zijn. En je ziet uit hoe de kostuums eruit zien. Ze weet hoe die vroeg 18e eeuwse kostuums gemaakt werden. De silhouetten en de manier waarop ze gestructureerd zijn, die kloppen. Die zijn, en ik ben ervan overtuigd dat pas op het moment dat jij echt heel veel kennis hebt van een periode, dat je dan pas kan kiezen om er vanaf te wijken. En dat zie ik wel in The Favourite. En het is het tegenovergestelde van heel veel andere films. Heel veel andere films die gaan voor het uiterlijke plaatje, dat het er zo realistisch mogelijk uitziet. Maar die maakt niet uit of het silhouet of de maakwijze goed is. En dat vind ik altijd een beetje... Ja, dat ziet eruit alsof je de kantjes ervan afloopt. Maar bij The Favourite is er heel veel research gedaan. En vanuit die historische basis gekozen om af te wijken en om moderne materialen erin te verwerken. En het is ook heel slim, want kant is sowieso heel erg moeilijk voor historische kostuums. Want we hebben gewoon geen toegang meer tot de kwaliteit kant die toen gemaakt werd. Dus om dan juist daarvoor te kiezen voor papier en voor lasergesneden patronen, vind ik heel erg slim. Want je zei ook, tenminste ik begreep dat het ook best wel, het is niet de minste kostuumontwerpster die film heeft gedaan. Zeker niet. Dat is Sandy Powell. En volgens mij heeft ze de afgelopen 20 jaar, is ze op zijn minst 15 keer genomineerd geweest voor een Oscar op kostuums. En ze heeft er ook heel veel gewonnen. Ik heb het cijfer even niet uit mijn hoofd, maar ze zit bijna elk jaar bij die Oscars. Nou hebben de Oscars niet altijd...
ja, letten ze niet altijd op de historische kostuums. En hebben ze ook wel eens Oscars uitgereikt aan kostuumfilms waarvan ik denk, moest dat wel? Maar ja, het zegt toch wel iets als dat iemand zo internationaal gerenommeerd wordt op het gebied van kostuums. Ook de Young Victoria was van haar en daar heeft ze ook heel veel prijzen voor gewonnen. Dus ja, die weet waar ze het over heeft, die Sandy Powell. Dus het moment dat wij dan straks, als wij in de toekomst een film zien en we zien haar naam als bij de kostuumontwerp, dan is het sowieso kijken. Ik denk het wel, ja. Oké, okay. ik ga het onthouden. Sandy Powell. Ja. Toch? Ja. Klopt. Dank. Ik ben even door mijn vragen heen, maar ik zag dat er ook aardig wat vragen door de chat heen zijn. Ik ga heel even kijken. Dit is een dubbele vraag, zie ik. Thea Schipper, die vroeg, je verhaal en uitleg betekenen dat jij tijdens het draaien misschien nog wel kostuums moet aanpassen? Of wordt scène voor scène doorgenomen hoe er gefilmd wordt? Met welke belichting en dergelijke, zodat je daarmee met het kostuumontwerp rekening kunt houden? Dus eigenlijk is de vraag of dat jij tijdens het draaien kostuums nog wel eens moet aanpassen. Nou, ik heb dat zelf nog niet gehad, maar zoals ik al zei, ik kom vanuit de theaterwereld en recentelijk in de films. Dus mijn gebied op praktijk op films is nog niet zo groot dat ik dat heb moeten doen. Het zou kunnen dat dat in de toekomst wel voorkomt. Maar hele grote aanpassingen kan je echt niet doen op zo'n set. Want op een set moet alles binnen een paar seconden gebeuren eigenlijk. Je hebt altijd te weinig tijd en het moet altijd gisteren. Dus je moet wel van tevoren, ja, je weet niet precies hoe de belichting en dergelijke eruit zien. Maar je weet wel van tevoren het globale plaatje, de grote set. En ongeveer of een scène in de dag of nacht speelt. Nou ja, dat soort globale dingen. Zie je me nog in beeld? Want ik geloof dat mijn camera iets geks deed. Je staat bij mij stil. Ik zie je nog wel, maar je staat stil. Ik hoor je nog wel goed. Ja, één momentje. Ik ga kijken of ik dit kan fixen. Nou, ben je zwart? Misschien even uit en aanzetten? Ja. Ja. Ja, ben ik er weer? Oké, sorry. Ik weet niet waarom die nou in één keer uitsloeg. Ik hoorde hem uitklikken. Geen probleem. Het is niet de 13e toevallig, hè, vandaag. Nee. Gelukkig niet. We hebben in ieder geval... Ik geloof, ik ben er niet, hoor. Dus, waar hadden we het over? Opzet. Ja. Opzet. Nou ja, nee, je weet dus niet tot in de details. Dus je kan niet overal op inspelen, maar het globale... Sorry, ik denk dat de batterij leeg is. Oké, ja, anders dan doen we het heel even met stemmen. Dat kunnen we ook doen. We zien nu het logo van je webcam. We hebben gewoon echt onze dag niet, jongens. Sorry. Het is helemaal niet erg. We horen je wel. Dus misschien kunnen we op die manier... dan ben ik nog gewoon gezellig in mijn eentje. Sorry, wel zwart vlak dus, maar... Ja. Ik zit even te kijken of ik kan overschakelen naar de camera van mijn laptop. Die kwaliteit is iets minder, maar... ja, sorry hoor mensen. Ik doe maar rustig, het is geen probleem. Volgens mij heb ik dat ook wel een keer gezien met grote producties van theaters en zo. Dat elke acteur zijn eigen dresser heeft om het dan zo heel snel van het ene naar de andere kostuums te hijsen en zo. Dat je dat een heel team achter zit om te zorgen dat die kostuums wel het juiste, op de juiste manier natuurlijk bij de juiste persoon op het lichaam zitten. Ja, dat is vooral voor theater... voorstellingen waarbij binnen een paar seconden iemand weer op het podium moet staan tijdens een live voorstelling. Ja, daar heb je vaak wat extra mensen voor nodig. Je wilt bij film iets meer tijd ervoor natuurlijk, want je hebt een set. Ja. Je hebt tijdens de opname niet zoveel tijd, maar je hebt wel tussen de scènes en voorafgaand aan de dag heb je meer tijd dan in een tijdens een live theatervoorstelling. Even. Misschien leuk om even te proberen ondertussen, Ilse, terwijl jij naar de camera kijkt. Ik zie dat iemand er hand opgestoken heeft.
Eugenie. Dus ik ga heel even kijken of het lukt, Eugenie, of ik de geluid, iedereen ja, de toestemming kan geven om je geluid weer aan te zetten. Dus even mee. Ja. En dan kan Eugenie ook haar camera even aanzetten. Als ze dat wil. Nu het geluid aan. Klopt die? Dat klopt. Ja, Eugenie, je bent te zien en te horen. Ja. Welkom. Maar, hi. Hallo Eugenie. Hallo. Maar is er nu tijd voor? Ja, hoor. Ja. Nou ja, omdat zij uitlegde dat er dus heel die kostuums heel erg, ja, zeg maar, goed zijn nagemaakt. Heel veel details en zo. En ik werd eigenlijk getriggerd door jouw vraag van in het theater heb je vaak heel kort de tijd om te wisselen. Dat geldt natuurlijk niet voor films. Maar ik vroeg me af of er dus inderdaad toch wel trucs worden toegepast om het makkelijker aan en uit te krijgen en te wisselen. Ja, in theater bedoel je of in de film? Of nou ja, in theater is het natuurlijk vaak hard nodig, maar ik vroeg me af of het in de film, of daar, ja, daar is natuurlijk meer tijd om je aan te kleden, dus daar zal het niet spelen, denk ik. Nee, in de film speelt het, nou ja, minder tot niet. Ik weet wel dat bij sommige 18e eeuwse kostuums of eerdere kostuums, die sluiten met spelden en dat wordt op de set soms niet echt gewaardeerd door actrices die bang zijn dat ze zich steken. Dus dan wordt het vervangen door iets van haakjes en oogjes of zo. Maar ja, dat kost natuurlijk wel veel tijd om dat te wisselen. In theater dan doe je daar niet aan. Theater is alles met een rits of met klitterband. Want dat is echt geen doen om dan met historisch accurate sluitingen te werken. Nee, ik snap hem. Oké, dank je. Dank jij wel. We kregen vanuit het publiek ook nog een hele praktische vraag eigenlijk. En dat is, waar kan je patronen van de historische kostuums vinden? Of maak je het allemaal zelf? Ik maak mijn patronen allemaal zelf. Maar er zijn hele goede patroonboeken. Sowieso raad ik iedereen de patroonboeken van Janet Arnolds aan. Patterns of Fashion, 1 tot en met 5. Ik heb deel 5 helaas nog niet, maar deel 1 tot en met 4 gebruik ik wel vaak voor referentie. Ja, en je hebt nog wel wat onafhankelijke patroonmakers die best wel goede patronen maken die je online kan bestellen. Ik weet Truly Victorian, die maakt ze. Ja, en zo heb je er nog wel een paar. Die koop je dan gewoon per patroon online. Soms krijg je het thuis gestuurd, maar er zijn ook heel veel die maken PDF-patronen. Dus die kan je dan thuis printen. Zoals je zelf aan de slag wil, dan zijn dat de aanraders. Maar zelf teken ik al mijn patronen op maat. Dat lijkt me een behoorlijke klus. Zeker. Nou, dankjewel. En we hadden nog een vraag vanuit het publiek. Je noemde Bernadette Banner al even. Ja. En nou, de vraag of wat er andere costumers, misschien moet je even uitleggen wat costumers zijn dan, maar of wat er andere costumers zijn die jij zou aanbevelen of waar jij graag naar kijkt. Ja, voor de mensen die minder in de YouTube-wereld bekend zijn, een costumer is iemand die op YouTube filmpjes maakt van kostuums. Dus daar hebben ze tegenwoordig een hele naam voor bedacht. Ja, Bernadette Banner is wel een van mijn favorieten. Ook vooral omdat zij gaat ook tot in de details helemaal precies historisch accuraat. Naait ook bijna alles met de hand of op een antieke naaimachine, wat ik fantastisch vind om te kijken. Daar heb ik zelf vaak niet de tijd voor, helaas. Maar als ik dat kan doen, vind ik dat wel leuk. Verder aanraders. Morgan Donner vind ik altijd erg leuk. Angela's Costumery maakt ook hele mooie dingen. Anne Lee. Even kijken.
Sue Steen, die heeft recentelijk een YouTube-kanaal opgericht. Die volgde ik al een tijdje op Instagram. Die maakt ook hele mooie dingen. Die doet vooral heel veel met borduren. Is echt leuk om te zien. Met de borduurmachine dat wel, maar daar zitten prachtige 18e-eeuwse geborduurde pakken bij. Ja, zo 1, 2, 3 kan ik eigenlijk niet meer bedenken. Een behoorlijke lijst. Ja, mijn hele YouTube-lijst staat vol met allemaal andere historische kostuummakers. Dus ja, waarschijnlijk als ik nog even zou kijken, zou ik er zo 10 extra kunnen noemen. Maar ieder heeft natuurlijk zijn eigen interessante niche waar ze gespecialiseerd in zijn. Dus, echt een wereld voor me open. Ik ga toch straks eventjes op YouTube kijken. Nou ben ik zelf geen YouTuber, maar volgens mij moet ik ook wat vaker op YouTube, omdat deze filmpjes natuurlijk ook tegenwoordig bij ons op het kanaal komen staan. En de jongens allemaal delen, hè? Allemaal delen. Dat vind ik een heel goed idee. Ik kan nog één. We hebben natuurlijk wat tijd verloren helemaal aan het begin. Dus we lopen een paar minuutjes uit, want er kwam nog wel een vraag vanuit het publiek. En dat is eigenlijk waar jij je opleiding in kostuum hebt gevolgd. Waar je dat precies hebt gedaan? Dat heb ik gedaan bij de modevakschool in Amsterdam. En dat is, maar dat was dat is geen historische opleiding. Dat is gewoon moderne costumière en coupeuse opleiding heb ik daar gevolgd. Oké, ja, volgens mij is dat een opleiding die velen wel bekend is wat dat betreft. Maar het is in Nederland natuurlijk wel beperkt wat je kan. Zeker op het historische stuk. Maar ik zie wel ook wel, tenminste als buitenstaander, zie ik wel dat er veel meer interesse in begint te komen. Ook om dat allemaal te doen. Toch dat wel. Dat denk ik ook. En ik denk ook dat, dat dingen zoals YouTube en Instagram en Pinterest, die hebben daar heel veel invloed op. En ik zie ook dat mensen hebben daardoor meer kennis van historische kostuums. Want tegenwoordig kan iedereen op het internet gaan en opzoeken wat modieus was in een periode. En ik merk ook dat een positief effect heeft op historische kostuums in films. Ik denk dat de laatste, zeg 5 jaar, zijn er veel meer historische kostuumfilms uitgekomen met een hoge kwaliteit dan in de jaren daarvoor. Dus dat vind ik ontzettend leuk om te zien. Ja, ik met jou. We kregen nog een tip vanuit het publiek van nog een costumer. We hebben een Nederlandse, Nikki Liem. Die heb ik verkeerd uitgesproken. Ik zei Lien, maar ik bedoelde Nikki Liem inderdaad. Oké. Dus dat is dezelfde. Maar dat is dezelfde. Die maakt hele mooie. Jul ben ik vergeten inderdaad. Die heb ik ook wel eens gezien. Ik zie ook de comments onder in beeld komen. Ja. Yeah. Nou, dank u wel voor het delen in ieder geval. Ja, inderdaad. Ja, mocht het er gewoon nog vragen zijn, we kunnen ook. Mocht je nog tips hebben, dan gaan we dat gewoon op onze socials wellicht delen. Dat kunnen we natuurlijk ook nog doen. Dat vind ik een goed idee. Dus dan kijk ik toch een soort van naar mijn collega weer. Daar kunnen we iets leuks mee gaan doen. En Mirte zelf natuurlijk ook, hè, zegt. Ah, ja, tuurlijk. Ja, Mirte deelde dit en Mirte is zelf ook. Jongens, dit gesprek gaan we op een andere manier weer voortzetten, want er komt een soort rondje hier, maar dat is geen probleem. Ik wil je voor nu ontzettend, ontzettend bedanken. Kijk, mochten er nog meer vragen komen, er komt nu echt een gesprek op gang, dus we laten die chat nog eventjes van gaan. Mochten er nog vragen komen, we kunnen ook nog altijd even via de mail mensen met jou in contact brengen, als mensen dat willen. En verder ontzettend en echt ontzettend bedankt voor dit filmpje. Je hebt er veel werk aan gehad. Ik heb heel erg veel geleerd. En ik ben wel benieuwd in maart naar die film. Dus laat het ons weten als hij er is. En dan kunnen we je werk bewonderen. Ook niet historisch helaas hoor. Niet dat mensen daar denken en dat ze in een moderne thriller terechtkomen en allemaal geschokt zijn. Ik doe ook nog wel eens modern werk, maar mijn hart ligt toch bij die historie. Oké, dan gaan we gewoon, we gaan je in de gaten houden. En mocht je leuke dingen hebben, dan laat het ons weten. Je hoort al vanuit het publiek ontzettend bedankt voor de lezing, zie ik. Nou ja, dat was voor mij natuurlijk ook. Ik ga heel even afsluiten met een wat algemene verhaal. Want we gaan natuurlijk, dit is de laatste keer dat we bij elkaar zijn voor de jaarwisseling. Wij kijken ontzettend naar uit dat we jullie allemaal weer in januari kunnen zien online in ieder geval. Voor de online presentatie
van Nathalie Cassé. Zij is initiatiefneemster van de katoendrukkerij in Amersfoort. En ze gaat ons iets meer vertellen over katoendrukken. Ofwel het blokprint of blauwdruk genoemd. Jij zei al dat je een keer bij haar een cursus hebt gevolgd. Dat klopt. Het is een ontzettend leuke dame. Dus ik ga ook volgende maand zeker kijken naar haar presentatie. En iedereen die er vanavond is, raad ik ook aan om te kijken. Want het is heel erg leuk wat zij doet met blokdrukken. Nou, ik ben heel erg benieuwd in ieder geval. Bedankt voor de aanrader. En 19 februari gaan we met Roberto Luis Martin in gesprek over zijn onderzoek naar de presentatie van kleding in museale presentatie van kleding in etnografische context. Dat is een heel ander onderwerp, maar ook ontzettend interessant, want daar is natuurlijk op dit moment veel over te doen. En tot die tijd ga ik jullie gewoon in ieder geval, ook al is het in een wat vervelende setting met de laatste berichtgeving die we deze week hebben gekregen, maar ik ga jullie wel allemaal ontzettend fijne feestdagen wensen. Met de mensen die toch heel dicht bij je kunnen zijn, of in ieder geval digitaal op afstand. En natuurlijk een spetterende jaarwisseling. En dan hoop ik jullie allemaal te zien in het nieuwe jaar. In ieder geval bedankt voor de interesse om weer hier te kijken. En dan zeg ik voor nu, dank je Ilse, dank je Nienke voor alle techniek. Excuses nogmaals voor de wat problemen, maar we hebben er een mooie avond van gemaakt. En ja. Heel erg bedankt. Ja, jij ook hartelijk bedankt voor al je vragen en de kostuumvereniging voor het uitnodigen. Ik vond het heel leuk om vanavond te mogen praten en ja, om een passie over kostuums met iedereen te delen. En natuurlijk iedereen die er vanavond is, bedankt voor het kijken. Want dat vond ik, vond het heel leuk om iedereen te zien en ook iedereen's vragen te beantwoorden. Nou, dat zijn mooie laatste woorden. Dan ga ik jullie een hele fijne avond wensen en dan sluiten we hierbij af. Tot de volgende keer. Doei!